Noordslag is een beetje de aftrap natuurlijk voor veel muzikanten ook weer voor het nieuwe jaar. Heb je veel op de agenda staan? Ja, heel veel. Ik ga morgen al met een theatertour beginnen. En het zijn 35 shows, dus dat zijn er een hoop. En door het hele land eigenlijk. En dan gaan we weer festivals doen. En ik hoop ook dit jaar weer wat te gaan schrijven en wat op te nemen. Een beetje pre-productie misschien al voor de volgende plaat. Dus dat, ja. Wat ik me afvroeg, hè, tijdens zo'n festival, zo'n weekend, dan ben je hier en dan ben je dan vooral bezig met je repertoire doen en het leuk gezellig hebben? Of doe je ook inspiratie op voor nieuwe dingen, zeg maar? Nou, vooral het eerste, in eerste instantie dan. Maar ik zag net in de Plato ook Wouter Hamel staan. En ik had wel zijn naam eens gehoord en ik had ook wel eens iets van zijn liedje gehoord, maar nog niet echt aandachtig beluisterd. Maar nu was ik echt zo, wauw, vet, wat is het goed, weet je wel. Dus ik was wel ineens helemaal zo van, te gek. Dat vond ik wel cool. Dus hij speelt dan alleen net gelijk met mij vanavond, dus dat is een beetje jammer. Dus ik kan hem niet gaan zien. Maar ja, in eerste instantie ben je gewoon echt bezig met van hoe als het maar goed gaat en gewoon het leuk hebben. En ik kan ook niet al te lang blijven, want morgen en overmorgen moet ik ook weer spelen. Dus een beetje mijn stem sparen. Maar ik ga wel zeker wat kijken. Okay, maar ook als je nieuwe plaatsen gaat maken, dan denk je dan ook terug bijvoorbeeld aan zo'n Wouter Hamel die je dan vanmiddag gezien hebt en die wel indruk maakte, zeg maar. Hoe werkt dat? Hoe het invloed heeft op mijn muziek, bedoel je? Alles inspireert. Dus ook andere artiesten, zeker. Ja, ik denk dat ik muziek ben gemaakt omdat ik, weet ik veel, Bob Dylan hoorde en zo. En dat ik dacht van, dat wil ik ook, weet je wel. Dus maar, hij sprak me heel erg aan door zijn echtheid zo. Hij was echt zo gewoon lekker aan het zingen en dat klinkt als een... Nou, dat klinkt gewoon supergoed. Dus dan heb je zoiets van, het is meer zo van dat ik dan blij ben dat Nederland weer een pareltje rijker is of zo. Ja. Die energie, die neem je dan gewoon mee in het maken van je nieuwe plaat, neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Hey, laatste vraag. We hebben net 50 jaar Nederlandse pophistorie gehad. Er komt nu een nieuwe 50 jaar aan, zeg maar. Hoe hoop jij over 50 jaar te boek te staan? Hoop je een belangrijke plek in dat lijstje te hebben dan? Ja, dat hoop ik. Dat hoop je dan, ja. Zo, over 50 jaar. Dan ben ik 71. Ja, dan hoop ik wel dat ik heel veel plaatjes heb uitgebracht. En dat mensen zeggen, Stevie N, dat was die en die. En dat lijkt me wel leuk tenminste. Ja, ik hoop het. Ja.